Hans, je moet met me mee. Ik moet naar IJs toe, man. Ja? Hij zit in de gevangenis, maar we mogen op bezoek bij hem komen met z'n tweeën, man. Oh, dope. Joey, ik ga het van je fixen, ja? Ben je dan straks, broer? Is goed? Ja, maar weet als het is. Is goed, man, broer. Thanks voor de backup, man. Love. Yo, Hans, kom. Hey, ik werd dus gebeld en IJs heeft dus gevangenisstraf gehad en TBS. Oh, dit? En hij mag nu bezoekers ontvangen, dus hij vroeg naar mij. Dus laten we gaan, man. Dat is wel dope, man. Let go. Moet je iets meenemen voor hem? Ja, maat, ik wil wat. Een broodje of zo, heet toch? Zakje chipsoulet. Wat zeg je? Zakje chipsoulet. Zakje chipsoulet. Ah, joh. Waarom trap je mijn raam in? Waarom doe je dat, Hans? Ja, ik heb soms nog die oude gewoontes, toch? Van plaats ik gewoon oude gewoontes. Wat is dit voor oude gewoonte om je broertjes raam in te meppen? Wat voor gewoonte is dat? Hans? Ik zei tegen jou, ja, ik dacht, weet toch, Arco, alle ramen openslaan. Hey! Wow. Wat mensen kunnen niet rijden hier, man. Mensen kunnen echt niet rijden, man. Wat doe je op onze weg, Hans? Voor mij zijn die guys die een melding maken. Heeft hij een grijs trainingspak aan? Oh, Hans, ik vertrouw dit niet. Hé, meneer. Ja, hallo. Heb jij een grijs trainingspak aan? Nee, ik heb een gele trainingspak aan. Geef hem. Dat is hij niet, man. Oh, volgens mij zijn dat die guys met die ons hadden. Wapen. Die ene, die andere was het volgens mij. Ja, die andere was het volgens mij. Ik weet niet zeker meer, maar. Oh, maar deze man, ja, bro. De risicogebied is te hoog. We moeten naar IJs toe. Ga weg. Weg is iemand. We kunnen niet IJs teleurstellen met één iemand dood straks of zo, weet je. We moeten gaan, kom. Zit die op ons te wachten of je op jou te wachten en dan kom je niet. Oh, maat. Ja, eigenlijk wou ik wel even kijken hoe het met meneer ging, maar het is ook een beetje zijn eigen schuld. Was het mijn schuld? Ik weet het niet meer welke schuld het was. Van die motor? Ja. Ja, kom op, man. Ja, hij rijdt ten eerste op onze weg, helft. Dan rijden we hem aan. Staat hij op? Wat een raar, maar ziek iemand een klootzak. Ik ga terug. Ik ga hem eraf halen. Schadevergoeding. Kom, maat. Oh, ik ga hem eraf halen. Ik ga hem nu eraf halen. Oh, maar maat, ik vergeet het elke keer. We moeten ook naar IJs. Oké, fuck dit. Ik betaal die kosten voor naar IJs. Oké. Ik ga even heel snel mediteren. Eén moment. Mediteren? Wat is dat? The fuck is jouw probleem? Wat doe jij? Even mediteren. Hans! Dus ik jou steeds vaker uit het oog verlies, word jij raden. Want ik zet jou gewoon netjes hier af bij de parkeerplek. Nee, ik ga met je mee, bro. Nee, je wilt toch mediteren? Ga lekker hier mediteren. Wat doe je allemaal? Nee, ik ben even een seconde in gedachten. Bro, je zit heel de tijd ham te zijn. Ik hoef geen ham. Nee, dan kom ik met kaas. Ik hoef ook geen kaas. Nee. Ik zeg al niks meer. Rij me gewoon lekker naar IJs toe. Ham. Hey. Maat, als jij nog één keer mediteert in mijn oor en ham zegt... Ben je boos, broertje? Hey, zit niet... Bo, waarom pak je zo hard in mijn oor? Niet zo boos doen, hè. Hey, Hans, Pieter. Voel je die spetterzak, joh. Hans, je hebt het naar je zin, hè? Je vindt het niet leuk, hè? Hans, je zit heel... Bro, vind ik niet leuk? Je stopt bijna je lippen in mijn oor en je loopt... loopt ham te roepen. Vind ik niet leuk? Ik heb wel een geel lampje, by the way. Meneer... Goeiedag ANWB. ANWB, heeft u toevallig druk of kunnen we hier stoppen bij de tankstation? Nou, vooruit. Oh, wat een held. Wat een held. Maat, stuur mij een driedubbele factuur. Wat een held. Ja, meneer, weet je zeker dat je de driedubbele factuur wilt? Dat is wel duur, hoor. Hoeveel is de driedubbele factuur? En welk lampje heb je? Dan kan ik even kijken of het driedubbele zou zijn. Ik heb een geel lampje. Een geel lampje, dat zal, overrekenen snel, 13,50 zijn. Als het keer 3 zou gaan. Ah, doe maar. Vandaag is een goede dag. Ik ben nog in een goede bui vandaag. Maar daar krijg ik niks van. Dan gaat allemaal die pot in, joh. Ah, gaat van de overheid zeker. Van de ANWB. Gadverdamme. Maat. Nee, daar heb ik niks aan. Nou, laat me jou gewoon lekker een fooitje geven dan. Wat is jouw ID-nummer? 4104. Ik wil zeggen, anders gaat het naar mijn baas toe. En die moet niet farmen van je welst, joh. Kijk eens, maat. Even 4000 euro. Oh, dankjewel. Dat is geen probleem, maat. Geen probleem. Ik waardeer het heel erg dat je mij hebt geholpen. Oh, kom hier. Ik wil je nou wel even knuffelen. Oh, en die andere zal ik ook knuffel. Oh, ja. Dankjewel, man. Nee, geen probleem, man. En die andere ook even knuffel, man. Kom hier. Wacht maar. Ja, dat is veel. Maar uit een goed hart. Dankjewel, man. Altijd voor de mensheid, hè. Ja. Doei. Wie goed doet, wie goed ontmoet. Dankjewel, heren. Yo. En wie niemand ontmoet, ja, die doet het niet goed. Dat is ook wel een goede uitspraak. Hey, Hans! Oh, Hans! Hans, wat doe jij? Hans! Hans! Je leeft nog, Hans!
Oh, mijn knieën zijn kapot. Waarom stap je ineens uit ons? Bro, ik moet die gordel omdoen. Dit komt door dat mediteren, komt dit. Dit komt door meditatie. Nee. Dit komt door... Maar waarom doe je, als je je gordel goed moet doen, doe je je deur open? Nee, ik pak die gordel en ik trek hem te hard door. Druk op het knopje van de deuropening, ja. Ik ben je bijna vermoord, dan. Ik ben je bijna vermoord. Nee, ik heb mezelf bijna pijn gedaan. Man, laat me stikken, Hans. Oké, laat me eerst even die gordel omdoen. Oh. Doe die gordel om. Ja, kom door die poort, man. Bij mij is die knop heel hoger. Je zet daar een knopje naast de gordelding, weet je. Maat, Hans. What the fuck, man? Ik hoorde echt een next level Boomba. Oké, dat hoorde ik ook dus. Zit dat in mijn hoofd of hoorde jij dat ook? Ik dacht dat ik die hersenschudding had, maar schijnbaar hebben we samen die hersenschudding. Shit, we moeten wel even... Hoe doe ik een omweg naar de gevangenis toe vanaf hier? Moet ik dan deze pad pakken? Ja, rechts. Deze weg, ja. Maar je moet die post ontwijken, toch? Ja. Je hebt geen rijbewijs. Je moet ik rijden anders even dan? Oh, trouwens. We gaan straks sowieso gefouilleerd worden bij de gevangenis. Ik ga even mijn... Ik heb die boksbeugel nog om, joh. Oh, dit. Oké, hoe moet ik nu rijden? Je moet even omdraaien. We gaan er even af en dan weer opnieuw erop. Dan komen we vanaf de andere kant. Dan kun je gelijk naar het gevangenis, snap je? Altijd. Oh, het noorden, jongen. Het is altijd benauwd hier, jongen. Altijd, jongen. Ik heb ook ergens een nieuwe flitser geplaatst. Ik weet ook niet waar die zit. Hij zit hier volgens mij ergens. Overal politie, Kamars. Oh, er is trouwens een Kamar-agent die ik zoek, Hans. Daar vertel ik je later nog over, man. Maar oh, als ik die in mijn handen krijg... Hier links. Dat is een lul. Weet je een naam of iets? Weet alleen dat het een... Jij met een Belgisch accent en hij heeft lang haar. Een soort van roze of paarse dreads. Ik weet niet wat hij al heeft. Oh bro, ik heb nog een Kanu bij me, hoor. Nee, joh. Nee, een grapje. Een hele goede avond met Avondenjager. Een goede avond. Mysterie de Japoters, zeg het eens. Hey, goedenavond. Ik ben, ik ben bij de gevangenis. En met wie spreek je? U spreekt met Peter Piet. Aanvraag Peter Piet. Voor onze IJs. IJs. Luka Djordjevski, correct? Wat? Luka Djordjevski, correct? Of IJs? Ja, ik noem hem liever IJs. Ik vind Frakweski, Pateski, vind ik... Nee, duidelijk. Ik kom jouw kant op en... Is goed. Ik kom naar jouw kant op. Is goed. We hebben... Oké. Wat was dit? Wacht even, Hans. Wat als dit een lokaas is om ons naar... Bent u Aaron? Ik ben Aaron. Aangenaam. Wie zegt dat dit geen valkuil is om ons in de gevangenis te krijgen? Nou, voor mij hebben jullie toch niks verkeerds gedaan. Nee, dat klopt. We zijn hele nette burgers. Je hebt helemaal gelijk. Hey, goeiedag. Daarom. Ja. Jullie mogen even in de auto stappen, want wie is dit als vraag, man? Dit is mijn broer, Hans Piet. Nou, aangenaam. Aangenaam. Het is wel echter één bezoeker. Oh. Ik blijf wel buiten dan bij de auto. Ja, weet je wat we doen? Stap in de auto, dan gaan we even door de poort heen, kan je hem daar even rustig parkeren. Is het een soort van McDrive of... Ja, het is een soort van McDrive. Oh shit, oké, ik kom. Ja, dan mag je maar voor mij even de voertuigdeuren open doen. Wat open doen? Controle trouwens, heren. Goeiedag, wat moet ik open doen? De voertuig, de voordeur alsjeblieft. Ze moeten even controleren of er geen andere illegale middelen in zitten die eventueel binnen... We gaan een algemene controle uitvoeren, inderdaad. Misschien moet die auto mee of niet? Veilig is om daar even te parkeren natuurlijk. Ja, yes, top. Dan gaan mijn collega hier jullie fouilleren, dan ga ik ondertussen de auto... Collega, waar ligt de Hans? Spiegel? Dan kan ik even onder de auto kijken. Yes, mag je tegen het muurtje plaatsnemen hier? Hans, we zijn er wel. Yes, ik stel voor eerst de meneer met de zwarte trui. Heeft iets bij wat er niet bij mag hebben, meneer? Nee, ik heb alleen maar eten en drinken bij mijn telefoon. Ik hoop niet dat ze nog ga ik u even fouilleren. Ja, tuurlijk. Hopelijk kijk eens niet. Okay. Achterbak is wel de meest simpele plek. Oh, je kietelt. Yes, ziet er in orde uit. Heb hier al je spullen weer terug, zo. Dank u. Hallo, meneer met de baard. Nou, goeiedag. Goeiedag. Heb je iets bij wat je niet bij mag hebben? Alleen een AK, maar verder niks. Dat is een grapje. Heb je even fouilleren? Ja, fouilleer maar. Ja, ziet er allemaal in orde uit. Oké, heel fijn. Ja, natuurlijk. Waarom zit mijn uitlaat nog erop? Ja, voor mij wel, maar het is, zit wel heel veel zand aan de onderkant. Ja, dat is inderdaad heel veel, maar... Ik zeg toch, je mag die zandwegjes niet, mag je niet oprijden met deze auto, hè? Soms kom je een beetje vast te zitten. Maar is dit nou APK-keuring of gaan we onze vrienden zoeken? Nee joh, alles nee joh. Algemene controle. Is alles een APK-keuring? Ja, ik schiet het hemelijk kleren. We hebben zoveel geluk gehad dat ze die achterbank niet hebben gecontroleerd. Juist denk ik omdat het zo simpel is, toch? Gaan ze
serieus op die moeilijke plekken zoeken. Ja, dat is het. Ze hebben op moeilijke plekken gekeken. Ga ik gewoon naar links. Ik dacht dat is weg. Links zitten daar. Links? Ja, naartoe Wes. In het hoekje. Komt u mee? De bezoekers komen maar met naar binnen. Oh, mannen met wapens. Welkom. Dan gaan we. Oh, daar nog eentje met. Oh, ik word zo eng van mannen met wapens. Twee zo. Oh man. Ik vertrouw niks aan deze situatie, man. Dan lopen we verder naar achter. Daar zit een ruimte waar we even kunnen relaxen. Waarom word je naar de slaapkamer gebracht? Wat is dit? Ja, het is, het is gewoon een gastruimte. Maar ja, soms worden hier ook bepaalde behoeftes gedaan. Maar alles is netjes schoon. Dat heeft IJs niet aangevraagd, toch? Zo'n behoefte? Cupcakes liggen hier. Nee hoor. Even een wachtruimte. Hans kan hier heel even wachten totdat het gesprek is afgerond. Zou ik nog heel even van beide van jullie een ID-kaart mogen dat heel even checken dan. Het ziet er ook helemaal in orde uit. Dus geen stress. Okay. Uw ID-kaart en uw ID-kaart, dank jullie wel. Dan mag u hier in het binnen plaats gaan nemen. Mag Ice deze kant op komen? Hij is onderweg. Nou, mag je hier plaatsnemen, Ice? Dan. Peter! Hey! Blijven. Hey, Ice! Peter! Hey! Ice! Man, wat is er gebeurd, man? Wat is er met jou gebeurd? Wat is er, bro? Ik word gebeld, je zit in de gevangenis, je laat niks weten. Ja, bro, ze hebben me TBS gegeven. Hoe lang? Hoe kan ik zitten hier, maat? Ja, een beetje rustig, man. Die stoel is een beetje vies. Je zit gewoon op de rand. Kan je niet meer zitten, IJs? Is dat het? Ik kan gewoon eerlijk zijn. Ja, maar ik zit wel op die hoek zo, joh. Komt goed. Peter, ik weet niet. Ze hebben me genaaid, maat. Met wat dan? Ik heb TBS gekregen. Kijk hoe ik er fucking uitzie, bro. Bro? Kom door die klootzak achter je. Oh, bro. Dat komt niet door mij. Ik zag te praten. Ze horen ons. We hebben afluisterapparatuur. Nee, bro. Die man staat achter mij. Daarom hoort hij jou. Ja, hij hoort jou ook. Ja, je praat hard. Bro. Ja, maar ze hebben afluisterapparatuur hier, bro. Niet te veel praten. Oh, shit. Oké, goed. Ze hebben me gek gemaakt, man, Peter. Ze zeggen dat ik meerdere persoonlijkheden heb. Ik ben het niet daar helemaal per se mee oneens, zeg maar. Maar de TBS is overdreven, laat ik het zo zeggen. Ja, bro, TBS kan toch niet, man? Want zo gek ben ik toch ook weer niet? Nee, man. Nee, natuurlijk niet. Maar hoe lang moet je nog? Ik weet niet, man. Ze gaan die zaak weer opnieuw bekijken, herbekijken over een paar jaar. Oh, man. Ik zit al, even kijken, 2 jaar nu, dus de rechtbank kan elk moment komen. Maar behandelen ze je wel goed? Ja, maar ik zit in een fucking isolatie, maat. Ben je eerst naar Turkije geweest om een kapsel te fixen? Ja, dat is. En jij bent niet meegenomen, klootzak. Ja, maat, jij was toch weg? Ik was weg, maat. Ik moest even wat dingetjes doen. Je moet bij de jongens langs gaan, man. Oké, moet ik bij de jongens langs gaan? Wat voor bericht moet ik ze doorgeven? Over de advocaat die je wil? Een betere advocaat nodig hebben en dat we hen moeten aanklagen. Ze behandelen me echt slecht, man, Peter. Je weet, we zitten jaren binnen, maar in een isolatie, ik word gek. Hey, maar niet tuchten, maat, niet tuchten. Nee, ik tucht niet, maar ik word wel gek. TBS is wel een beetje overdreven voor deze gozer. Dus, ik ga eerlijk met je zijn, het is een aparte gozer. Daar ben ik het volledig mee eens. Is die af en toe gek? Ja. Sport hij wel eens niet? Ja. Heeft niet alles op een rijtje? Ja. Maar TBS? Dat is voor echte gestoorde. Nou, dan heb je hem ongeveer 50 maanden geleden niet meegemaakt. Wat heeft hij gedaan? Wil je dat ik het vertel, Ice? Ligt dat een beetje gevoelig? Meneer heeft zijn kleding in het cellencomplex helemaal uitgedaan, alles ondergescheten. Collega's geslagen met poppen, proberen te gooien, spugen. Natuurlijk geloof ik verder dat niet. Heeft hij bewijs, je zie je dat litteken op zijn voorhoofd? Even dat komt kijken. Omdat hij de hele tijd met zijn hoofd tegen de tralies aan ging bonken. Dat was ik niet, man. Dus ik denk dat dat het korte verhaal is. En daarom zit hij hier. Maar het gaat steeds beter, hè, Ice? Is zeg maar de personage van hem, die vind ik best wel gevaarlijk. Hij heeft zo'n personage, dan kijkt hij een beetje een schor stemmetje. Dan ben je, hoe heet hij ook alweer? Borari, toch? Begin jij ook al, Peter? Maar wat? Nee. Jij hebt mij zeker in deze setup gegooid. Wat? Krijg ik weer de schuld? Heb jij dit gedaan, bro? Wat heb ik? Maat! Ben jij de reden dat ik hier zit? Bro, weet dat de reden is dat jij hier zit? Jouw hoofd is de reden waarom je hier zit. Niet mijn hoofd! Iemand heeft mij gesnitcht! Ja, iemand heeft mij gesnitcht! Wat heeft hij gesnitcht? Ik weet het niet. Oh nee, jongens, dit gaat niet goed. Ik word gek. Bro, aan het einde van de dag zijn wij maten voor het leven, ja? Dus ik ga jou hieruit helpen. Ik ga je helpen dat het weer helemaal goed met je gaat. Dus dat komt helemaal goed. Collega, kan jij de psycholoog en de RMT-arts meenemen? Dan neem ik deze twee in de buiten. De richting boven neem ik aan, toch? Ja, helemaal goed. Yes.
Nou, kom maar mee. Nou, dat ging goed, toch? Oh. Maar leek het wel alsof er ineens een, iets... is zijn hoofd popte toen hij bij jou in gesprek was, zeg maar. Nee, joh, maat. Wel, je doet alsof ik een slechte invloed op hem heb. Dat zeg ik niet. Ik zeg dat hij misschien een slechte gedachten heeft. Of slechte herinneringen. Ja, daar niet aan mij. Ik heb alleen maar vreugde in zijn leven gebracht. Oké, dat was het goed. Peter, aangezien jij nu genoteerd staat als contactpersoon van hem. Ja, ja. Ik zal jou bellen wanneer een persoon eventueel, zoals ik al zei, vervoegd vrij kan worden gelaten. Oké, ja, laat me maar weten. Wij staan ready voor hem. Hè? Echte vrienden staan altijd klaar. Precies, mooi. Ik zal verder zorgen dat de poort open gaat. Hey, hartstikke bedankt, meneer. Groetjes. Groetjes. Ja, de volgende moet ook nog open. Oh, de volgende ook nog. Yo. Ja, fijne avond. Fijne avond. Hey, Hans. Yo. Hij zei wel trouwens tegen mij dat ik tegen zijn matjes van de club moest zeggen dat zijn advocaat niet goed was. Ik advocaat weet... niet goed? Ja, man, misschien is dat een hint om te zeggen van... misschien codewoord. Ja, ja, ja. Laten we de club gaan, hoor. Oh, denk ik dat het aan de koffer was. Hou je vast, Hans! Oh, rij je weer die kant op? Nee, nu zo, toch? Oh, ja. Yo, boys. Ik ben net bij IJsselbezoek geweest in de gevangenis. Yes. En hij zegt dat zijn advocaat niet goed is en dat hij graag een nieuwe wil. Deze, ik weet niet wat hij probeert te zeggen daarmee, maar ik moest het doorgeven. Weet je ook waarom die is aangehouden of niet? Ik weet niet, maar ze hebben hem gevangenisstraf gegeven en TBS. Oké. Okay. Maar zijn advocaat is niet goed, je moet een nieuwe hebben, zei hij. Ja, maar is dat een codewoord of is dat niet te bekend? Ik neem aan van wel. We zullen zo even verder praten, maar ik wil eerst even dit vertellen. Een hele goede dag met Arend Jager. Hey, een goede dag, politie. Ice. Ja? Die is vervroegd vrijgelaten. Oeh! Dus die kan u zo ophalen bij de gevangenis. Oké, okay, dan. Ja, dat ga ik belangrijk doen. Belangrijk is wel om te weten: hij heeft een enkelband op. Oh nee. Dus wij zien precies waar hij uithangt. Dus probeer daar wel rekening mee te houden. Breng hem gewoon lekker direct naar huis. Ja. Want er zitten wel uren aan vast dat hij buiten huis mag zijn. Verder het verzoek om samen met hem een afspraak te maken voor volgende week met de psycholoog. Ja, ja, ja. Want ik denk dat jullie nog wat uit te praten hebben. Dat komt helemaal goed. Nou, hopelijk kunnen jullie dat zo meteen in de auto doen. Maar ja, dan is volgende week gewoon even met de psycholoog erbij. Ja joh, dat komt goed joh. Psycholoog hier, psycholoog daar. Precies. Weet toch, we zijn er voor elkaar. Heb jij Martel nog vragen? Ik heb geen vragen, man. Ik ga hem ophalen. Dan zie ik u zo meteen hier. Is goed, dankjewel. Jojo. Jojo. Een hele goeiemiddag. Goedenavond, moet ik zeggen. Hé, hey, daar is die weer, joh. Man, ik moet weg hier. Ah, joh, even knuffel, man. Even een knuffel. Lekker, man. Oei. Je ruikt lekker, man. Wat heb je? Ja, bro, ik weet niet hoe deze... Ik heb gestolen uit winkel een keer ergens. Ik weet niet hoe die heet. Pardon? Sorry, wat? Nee. Genomen uit de winkel. Ik had kortingsbon. Oké. Zo'n proefmonstertje zeker. Ja. Zo'n proefmonster. Grote ik tasje. Ik wens jullie een fijne dienst. Hij is dus oud. Hij is dus go to the party. Yo. Is hier toevallig een Kamar die met een Belgisch accent? Ja. Jij komt me bekend voor. ik had niks meer herinneren daarvan. Dat is goed. Ik zie je nog wel, man. Vriend. Belgische vriend. Oh. Yo. Oké. Okay. Oh man, nu al weer baas. Nee, dat is niet voor ons. We hebben niks verkeerd. Je wordt paranoia, man. Hey, ik heb zo goed voor jou gepraat, dus heb je jou vervoegd bijgelaten. Wat heb jij voor mij goed gepraat? Door jou heb ik daar vastgezeten, man. Door mij weer vastgezeten? Waar heb je het over, man? Oh, bro, stap maar uit. Ga maar lekker hier met je enkelbandje zitten. Hier, lekker met je enkelband. Rustig, man. Ga lekker eruit, ondankbare hond. Waar ga je nou naar Peter? Je rijdt naar het grenspost, maat. Ja, waar heb je die daar vergaat? Wat doe je nou? Rustig. Oké, rustig, man, joh. Wat doe je? Nu hebben die tralies niet tussen jou, hè? Pas maar op. Bro. Goed, ken je plek. Je wordt gek, doen! Liggen! Wat denk je? Oké, rustig. Ja, zijn jullie klaar? Oké, klaar, Peter. Ik heb je wel gemist. Ik jou ook, man. Even die bro los, man, bro. Sorry.